In deze houten plank ga ik een konijn graveren. En om dat te doen begin je eerst met een nieuwe laag. En dat kun je via hierboven laag en kiezen voor nieuw. En ik wil gewoon een nieuwe laag. Deze laag noem ik konijn. En je ziet hier in het lager paneel dat ik er een lege laag bij krijg, Konijn. En daar ga ik mijn Konijn in tekenen. Nou, ik ben zelf geen tekentalent, maar gelukkig kan Photoshop me daarin helpen. Er zitten tal van vooraf ingestelde vormen in, waaronder ook een Konijn. En de vormen die vind je hieronder bij deze drie bolletjes. En als je daarop klikt, dan krijg je een heleboel toeltjes en je moet hieronder aangepaste vorm hebben. Nou, heb je dat nou ingesteld? Prima. Je moet hier boven in de balk wat dingetjes aanpassen. Zorg dat die op pixels staat. En in dit geval, als je hier op het pijltje klikt, dan krijg je al je vormen. En wij gaan voor een konijn. En ik teken gewoon heel eenvoudig de vorm van mijn konijn. En ik laat hem los. Trouwens, ik moet wel even zeggen: ik heb ervoor gezorgd dat zwart mijn voorgrondkleur is. En dat is in dit geval eigenlijk best belangrijk. Want ik wil namelijk gaan doen alsof ik dit heb uitgesneden in het hout. En als we dat hebben gedaan, dan moet het hout eigenlijk een beetje donkerder zijn dan het hout waar we nu tegenaan kijken. En daar heb ik dus A. Om te beginnen zwart voor nodig. En B. Daar heb ik een andere overvloeimodus voor nodig. En de overvloeimodussen vind je hier bij het woord normaal. Staat dit op normaal, dan zal je laag gewoon zijn eigen gedragen zoals je hem ziet. Maar als je daarop klikt, krijg je tal van opties. En dat betekent dat die rekening gaat houden met de dingen die eronder liggen. En dit is ingedeeld in groepen. Je hebt een groep voor donker, je hebt een groep voor lichter, maar je hebt ook een groep voor contrasten. En als je daarop gaat staan, dan wordt het zwart een soort van transparant en gaat het zich qua kleur gedragen met de ondergrond. En een zwarte laag betekent dat die dingen donkerder worden. Nou, bedekken wordt wel heel donker, maar zwak licht wordt op zich wel aardig. Mis ik nog één ander ding bij mijn konijn? Dat is eigenlijk gewoon een klein oogje. Dus ik pak hier even het gummetje. En ik zet er nog gewoon even een leuk oogje in. En dit moet wel wat worden. Wat ik nu dus wil gaan doen, is de illusie wekken dat dit konijn is uitgesneden in dit hout. En dat ga ik doen met de overvloei opties. Dat betekent namelijk dat ik rekening ga houden met de randen van deze laag. Dus als ik even die achtergrondlaag uitzet, dan zie je precies waar alle randen keurig staan. Nou, en dat gaan we op het konijn ook doen. Je vindt dat hier bij laag. En dan heb je daar laagstijlen staan. En wat we moeten hebben is schuine kant en relief. En als je daarop klikt, dan krijg je een nieuw venster voor je neus. En je ziet eigenlijk al een klein beetje wat er gebeurt. Er komt inderdaad onder die zwarte rand bij. En bovenop komt een witte rand bij. En de bedoeling is dus dat we hier tal van dingen kunnen gaan veranderen. Nou, allereerst je hebt hier een stijl staan. En er zijn vijf opties. En de optie die je moet hebben is schuine kant buiten of schuine kant binnen. Afhankelijk van hoe fijn gelijnd jouw uh, laag is en wat jouw waarden zijn, kan het zijn dat schuine kant buiten of binnen net eventjes wat anders uitpakt. We zullen er dadelijk nog wel een keer tussen wisselen. Dan heb je de diepte, die hangt een klein beetje vast aan het formaat. Je kunt met de diepte eigenlijk gewoon ja, bepalen hoe ver de schaduwen of de witte highlights uitlopen. Maar dat kun je ook met formaat. Formaat gaat daarin veel verder, maar overdrijf het allemaal niet. Dus ik hou dit gewoon een klein beetje binnen de perken. En dan heb je ook nog zachter maken. Dat bepaalt eigenlijk hoe het verloop van de rand is. Die hou ik ongeveer in het midden. Dan heb je de belichting. Een van de belangrijkste dingen daarin, dat is dit cirkeltje. Met dit cirkeltje kun je de richting van je verlichting bepalen. Laat ik die van linksboven komen of laat ik die van rechtsonder komen. En als die van rechtsonder komt, omdat mijn konijn eigenlijk gewoon in het houtlicht betekent dat dat ik hier een schaduwrand krijg. En dat zou eigenlijk betekenen dat mijn licht van linksboven komt. En dat is wel fijn voor de kijker. De hoogte. Trek dit hele kleine bolletje niet helemaal naar buiten. Dan zul je zien de hoogte die springt op 0. En dan verdwijnt eigenlijk ook je schaduw. De maximale waarde die je daarin kunt stellen, dat is 11. En nou, dat vind ik op zich wel aardig. Het wit, dat ga ik een klein beetje veranderen. Dat zet ik niet op bleken. Maar dat zet ik op lineair tegenhouden en je ziet ik krijg een veel feller wit en ik ga vervolgens de dekking een klein beetje omlaag halen en de dekking van de schaduw zet ik ietsjes omhoog. Nu is dit zwart en wit ook op een bepaalde manier opgebouwd en dat kun je eventueel nog veranderen met de glanscontour hier. Als je daar op het pijltje klikt, dan krijg je verschillende opties en je ziet een klein beetje wat er gebeurt. En ik experimenteer net zo lang totdat ik er eentje heb waarvan ik denk van, ja, die is wel aardig. Ben ik er nu? Nee, nog niet. Dit is nog niet helemaal vrij. Dus ik ga even kijken, wat doet schuine kant binnen? En het verandert als sneeuw voor de zon. Nou, ik ga mijn diepte ook een klein beetje aanpassen. En mijn formaat ook iets. Het witte randje mag wel een klein beetje terug. En ik kijk vervolgens nog een keer wat schuine kant buiten doet. En hierbij krijg ik opeens al veel beter de illusie dat het erin ligt. Helemaal perfect is dit nog niet, maar ik klik wel even op OK. Want ik vind het eigenlijk gewoon, het donkere vind ik iets te donker. En dat kan ik heel eenvoudig gewoon door de vul terug te zetten. Niet de dekking, want dan ga je het effect van de rand ook transparant meemaken. Maar als je dat met de vul doet, dan blijft dat eigenlijk staan. En je ziet, zo krijg je eigenlijk net de indruk alsof mijn konijn uitgesneden is in het hout. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer, en doei doei.